Achter mij wordt mijn volgende gast al helemaal klaargemaakt. Maar nu ga ik eerst het gesprek aan met Sean, voetballer van Ajax. Sean, super fijn dat je er vandaag bij wilt zijn en met mij je verhaal wilt delen. Want jij hebt een haartransplantatie ondergaan. En hoe is dat voor jou gegaan? Wanneer heb jij besloten om deze behandeling te ondergaan? Ja, ik wist al een paar jaar dat ik het wou doen. Want ik zag hier en daar een beetje dat ik wat kaler werd. En in de coronaperiode ben ik mezelf maar helemaal kaal gaan scheren. Want ik wou gaan kijken van ja, hoe zie ik er dan uit als ik helemaal kaal ben. En op een gegeven moment werd dat ook wel een gewenning. Ja. Maar ja, ik maakte de stap naar Ajax, want ik kwam voorheen van Utrecht. Dus ik had een zomerstop. En toen heb ik met Yilmaz afgesproken dat ik de haartransplantatie kon doen met mijn collega Noes. Nou, ten eerste super mooi resultaat al. Dit is nog niet het eindresultaat, toch? Klopt, ja. Nee, ik zit nu op 7 maanden. Ja, het gaat super goed. De haar wordt al echt dikker, ook achter. Waar ze eerst zeiden van ja, misschien zou je eventueel terug moeten komen voor een tweede afspraak. Maar ja, zoals het nu gaat, hoeft dat misschien niet eens. En je hebt met de FACT-techniek een behandeling ondergaan. Waarom heb je voor deze behandeling de methode gekozen? Ja, Yilmaz heeft me eigenlijk verteld van de techniek, dat het de nieuwste technieken was. En ik was er gelijk te spreken over. En ja, de operatie zelf, alles was zo goed geregeld. Het deed ook helemaal geen pijn. Ik was in het begin wel misschien een beetje bang voor dat het pijn ging doen, want het is toch een hele operatie. Maar het deed helemaal geen pijn. Echt heel super chill. En hoe reageerde je omgeving? Ja, super goed. Echt heel veel complimenten gekregen van de mensen om me heen. Ja, ik ben heel erg blij dat ik het gedaan heb. En er heerst ook nog wel een taboe op het op haartransplantaties ondergaan. Wat hoop jij andere mannen te kunnen geven door dit te delen? Ja, ik heb zelf overal gewoon daar lak aan. En zo moeten andere mannen ook denken. Ik spreek vandaag met een aantal topsporters. Wat is nou jouw nummer 1 tip voor andere topsporters die nu kijken? Ja, ik denk vooral dat je op jonge leeftijd al, of jonge leeftijd rond 19, 20, dat je al zeker je vitamines, je bloedwaardes, dat je dat allemaal goed in de gaten gaat houden. Want ik heb geleerd door de haartransplantatie dat super belangrijk is. Want ik neem ook een boost om de 3 maanden. En dat is een vitamineboost voor mijn haren. Waardoor mijn haren beter gaat groeien, waardoor het voller wordt. En ja, in het begin bij mij werd het wat dunner en dunner. Dus je hebt daar gewoon invloed op door beter voor jezelf te zorgen en wel goed op je vitamine en mineraleninname te letten. Ja, precies. Dat doe ik nu extreem. Dus vandaar dat het ook zo goed is gelukt. Ja, dat raad ik de meeste jongeren aan.